welkom bij deze nieuwe video op het kanaal van Fem. Vandaag op deze guest day ben ik te gast. Ik ben Denise, op internet, met name Instagram en YouTube, beter bekend als iDenise. En ik mag jullie vandaag een video op dit kanaal laten zien. 2 weken geleden maakte ik op mijn kanaal een video over een heel bijzonder stukje van mijn haar, namelijk dit. Je ziet, ik heb het blond gemaakt. Je kan dit met meerdere kleuren doen, maar hoe kun je nou dit stukje, het mooiste, tot z'n recht laten komen. Daar maak ik vandaag een hairstyle voor. En omdat het niet wekelijks voorkomt dat ik een video maak op Fem, heb ik voor jullie ook een heel klein outfit videootje aan het einde. Dus ik zeg, aan de slag! Je hebt een klein elastiekje nodig voor de vlecht. En een wat groter elastiek voor de knot die we later gaan maken. Je werkt met deze hairstijl ondersteboven. Als je je haar naar voren hebt gegooid, meet je een pluk uit om de vlecht mee te beginnen. Iedere keer als je de vlecht verder maakt, pak je er een nieuw stukje haar bij. En zo vleg je je haar verder in. Ik werk onderlangs, waardoor de vlecht er wat meer op komt liggen. Zo valt hij straks bij het eindresultaat beter op. Het lijkt misschien lastig ondersteboven in vlechten, maar als je het op de normale manier kan, lukt dit je vast ook. Als de vlecht tot ongeveer bovenaan je hoofd is, maak je hem vast met een elastiekje. Vervolgens trek je de vlecht heel voorzichtig een beetje uit elkaar voor een wat losser effect. En dan pak je de rest van je haar erbij om de knot helemaal af te maken. Ik maak meestal een knot door mijn haar rond te draaien en vervolgens op te rollen. Ik trek hem nog een beetje uit elkaar en klaar is Kees. Op naar de bijpassende outfit. Deze video. Mocht je meer van mij willen zien, kijk dan even in de beschrijving hieronder. Daar staat een link naar mijn kanaal. Ik maak vooral video's over lifestyle. Ik reis vaak. En daarnaast staat mijn kanaal bomvol met de nieuwste muziek in de Tuesday Music Club. Dus hopelijk tot daar en sowieso tot de volgende video van Fem. Doei! Ik ben vast niet de enige die altijd zijn smartphone gebruikt om foto's te maken. En het is natuurlijk ook hartstikke handig dat je daar gewoon een camera op hebt zitten.